leuk dat je weer kijkt naar een video van mij. Ik heb vandaag geen vlog, maar een shoplog. Ik had eigenlijk weer zin om gewoon een shoplog op te nemen. Dat heb ik echt heel lang niet meer gedaan. En ik heb de laatste tijd best wel wat geshopt. Dus het lijkt me wel leuk om een shoplog op te nemen. Alles hier neergezet. Ik heb echt veel geshopt. Ik heb 2 tassen van de Zara. Ik heb Pretty Little Thing. Ik heb ASOS. Ik heb hier een grote tas van Primark. Dus ik weet niet goed waar ik moet beginnen. Ik heb gewoon veel geshopt voor aankomend seizoen. Nou, voor dit seizoen eigenlijk. Voor herfst. Want ik had echt geen kleren meer. En de laatste tijd, tenminste in de zomer. Deze zomer droeg ik gewoon best wel veel jurken en rokken. Dus ik heb heel weinig broeken. En daarnaast ben ik aangekomen. Dus die broeken pasten mij sowieso niet meer. Dina, ga nou eens weg. Dus ik heb ook allemaal nieuwe broeken gehad. Waar ik echt super blij mee ben. Dus ik ga starten met wat ik allemaal heb geshopt. Als eerst ga ik starten met Primark. Mega tas van de Primark. Er zit eigenlijk niet zoveel in. Maar ik ben echt met herfst en winter verslaafd aan badjassen. Dus ik heb weer een nieuwe badjas. En het is zo'n beige. Die is echt heel erg fijn. En waarom ik deze heb gekocht is omdat deze zo dun is. Ik heb nu een badjas, maar de stof is echt zo dik. En ik krijg het dan heel snel heel warm. Dus ik vind deze echt heel erg tof. Ik ben er echt blij mee. En deze kost 10 euro. Ik heb een maatje M. Ik heb een high waist skinny van de Primark in maat 40. En ik heb deze gepast. En hij stond echt, echt vet goed. Het is heel grappig, want de maten bij Primark verschillen heel erg. De ene keer heb ik een 38 en de ene keer heb ik een 40. Maar bij die high waist heb ik dus een 40. En deze had echt vet mooi. Echt een aanrader. Verder heb ik echt een aanrader voor korte, kleine vrouwtjes. Als het om broeken gaat bij de Primark, dan moet je deze nemen. En dat zijn de ankle grazers. Deze komt bij de normale vrouw tot de enkel. En bij ons is die gewoon perfect. Dus je hoeft je broek ook niet in te korten. Ik heb deze gehaald in het zwart. En dit heb ik, deze broek draag ik maat 38 van. En die is echt super fijn. Ik heb hem in zwart gekocht. En ik heb deze lichte versie gekocht. En deze is zo van onder. En is ook een ankle grazer. En die heb ik ook een maat 38 van. En deze stond echt vet mooi. Dit is de achterkant. Oké, dan nu de artikelen van Pretty Little Thing. Ik heb ze eigenlijk allemaal nog niet gepast, als ik eerlijk moet zijn. Ik weet ook niet hoe ze eruit zien als ik ze aandoe. En het is dus vandaag mijn verjaardag. Ik weet niet of ik een try-on ga kunnen opnemen vandaag. Want Nessie gaat me straks ophalen en dan gaan we weg. Maar het eerste artikel van Pretty Little Thing is dit blouseje. Het ziet er nu echt heel raar uit. Moet jullie ook heel eerlijk zeggen dat hij op de site iets mooier eruit zag dan dit. Ik vind hem een beetje raar uitzien. In de winkel zou ik hem nooit gekocht hebben. Maar het zag er op het model echt zo mooi uit dat ik hem heb besteld. Maar als ik het zo zie, denk ik van veel gewoon. Ik ben er niet heel blij mee, maar misschien als ik hem aandoe, dat hij wel echt mooi is. Ik heb hiervan een... Welke maat heb ik hiervan gekocht? Een M. Ik ben benieuwd. Verder heb ik een leopard print sleeve top. Ik ben dus helemaal gek van dierenprinten dit seizoen. En ik heb er ook heel veel van gekocht. Jullie gaan het merken. Maar ik heb dus... Oh ja, ik zie het al. Ik heb dit truitje gekocht. En die schijnt dus door. Echt leuk. Dit is wel echt tof. Ja, ik ben hier echt blij mee. En hier heb ik ook een maatje M van gepakt. Dit is een jurkje volgens mij. Mijn jurkje. Hier ben ik ook echt blij mee. Het ziet er zo goed uit. Ja, dit is een jurkje. In maatje 38. Even kijken wat staat er. Wrap shirt dress. Ook leopard print. Jullie gaan deze alsnog voorbij zien komen. Ik weet dat het een beetje zo onduidelijk is. Vooral omdat ik nu geen try-on heb. Maar dit is echt cute. Oh, hier ben ik wel echt blij mee. Het is een zwarte jurk. Maar er zit dus ook een print in. Die zie je zo denk ik op camera niet zo goed. Maar het heeft dus ook een leopard print. Ik ga helemaal stuk. Kijk, het is dus zo'n... Even kijken of jullie het zien. Dit is dus zo'n zwart jurkje. Gewoon
gewoon een normale zwarte jurk. Een beetje velvet stof. En een V-hals. Echt mooi. Maar deze heeft dus ook zo'n print. Ik vind het echt zo mooi. Ik hou hiervan. Hier ben ik ook echt heel erg blij mee. En het ziet er echt ook echt goed uit. Verder heb ik ook een rok gekocht. Nou, 3 keer raden. Weer animal print. Maar dit keer slangenprint. Gasten. Maatje 38. En hij ziet er zo uit. Hij ziet er wel leuk uit op zich. Hij ziet er echt leuk uit. Ben je wel blij mee? Alleen ik ben bang dat hij doorschijnt. En hij is zo midi. Lekker lang voor mij. Ja, ben je hier ook echt blij mee? Oké, verder heb ik bij de ASOS 1 bestelling gedaan. Ik heb er best wel lang niet besteld. Maar nu ik dit zie, denk ik, ik moet daar echt vaker gaan bestellen. En het gaat om dit roze crop jack. Ik vind deze echt zo leuk. Het is een maatje 36 en hij zat echt goed. Deze heb ik gepast. Ik ben hier zo blij mee. Ik vind dit, dit soort crop jackets vind ik echt de shit nu gewoon. Ik heb er al 3 van gekocht en ik ben hier zo blij mee. En ik heb een roze gekocht omdat ik dus aanstaande zaterdag een event heb. En ik weet echt niet wat ik aan moet doen. Stel je voor, ik heb gewoon een normale jurk. Zwart, wit, grijs, maakt niet uit. Dan heb ik op zijn minst een roze jasje. Want het thema is roze. Oké, nu gaan we over naar de Zara bestelling. En dat is echt mijn favoriet. Ik heb 2 tasjes vol gescoord. En dat heb ik echt nooit bij de Zara. En het is echt niet dat ze zeg maar nu mooier of betere kleren hebben nu. Maar ik had gewoon broeken nodig. Ik had gewoon broeken nodig en ik dacht meer haal gewoon wat je leuk vindt. Ik heb altijd van bij twijfel nooit halen. Maar dit keer dacht ik bij twijfel gewoon halen. En daarom heb ik dus gescoord. Dus ik begin met dit crop truitje. Weer een dierenprint, maar deze keer grijs. Ik vond deze zo leuk. Het is een maatje M. En deze kost €12,95. Ik ben hier echt blij mee. En hij zit ook echt super mooi. Verder heb ik de 80s high waist jeans gehaald. En deze jongens zit zo mooi. Niet normaal. Ik wil eigenlijk een maatje 40 halen. Maar ik was dus aan het passen. En toen vroeg ik aan de medewerker. Ze was trouwens echt een heel lieve medewerker die mij had geholpen die dag. Ik had een 40 aan. En hij zat eigenlijk wel goed. Alleen met mijn taille was hij een beetje wijd. Ik vroeg aan die medewerker of die jeans een beetje groter wordt nadat je het hebt gedragen. Toen zei ze, nou bij mij is die echt veel groter geworden. Dus ik raad je aan om een maatje kleiner te nemen. Dus had ik maatje 38 gepast. En ik kwam er wel in. Ik moest wel echt strijden voor vaderland. Maar ik kwam erin. En hij was nog steeds te groot bij mijn taille. Maar ik dacht, ik ga nooit een 36 halen. Dus ik heb een 38 gehaald. En deze wordt dus iets wijder. En het was zo mooi. Deze broek is echt fucking mooi. Geen grap. Deze broek kost €39,95. Verder heb ik nog een broek. En het is een soort van tregging. Het is niet echt een broek. Het is meer een leggingbroek. Ik draag dit eigenlijk bijna nooit. Maar ik heb deze gepast en ik dacht, nou, dit ziet er leuk uit. Ik heb een maatje M. Kijk, het gaat om dit broekje. Tregging. En hij is echt super leuk. En staat echt heel erg mooi. Ik heb hier een maatje M van gepakt. Zo ziet de stof eruit van dichtbij. Echt cute. En deze kost, even kijken hoeveel kost deze... €29,95. Ik heb nog een broek gekocht. En ik vond deze echt zo mooi. Maar ze hadden mijn maat dus niet. Dus die medewerker ging voor mij zoeken of ze nog een laatste maat S hadden. Het is heel gek. Die broeken vallen allemaal zo anders. Ik had hier dus bewust een maatje M van gepakt. En toen had ik hem gepast. En hij was zo groot. Dus ik had echt een maatje S nodig. En dat is deze broek. Ik vind deze echt zo gaaf. Kijk, dit is de zijkant van het broek. Dit is de zijkant. En zo ziet hij er van ver uit. Ik vind deze echt zo tof. Ik ben hier echt blij mee. Ik wou deze zo graag. Ik was zo blij toen ze zei dat er nog een maat S was. En deze kost €25,95. Ik vind deze echt leuk. Ik heb nog een soortgelijke broek gehaald. Iets andere stof.
een maatje S. En deze ziet er zo uit. Dit is de zijkant. Dit is de bovenkant. En zo ziet hij er van onder uit. Ik ben hier echt blij mee. Zoals je ziet heb ik echt heel veel dierenprint gehad. Ik moet echt wel weer veel basics gaan halen om dit te compenseren, zeg maar, in mijn kledingkast. Want anders heb ik alleen nog maar dierenprint. Ik heb nog zo'n crop truitje gehaald. In deze kleur. Een maat M. En deze is ook €12,95. Dit is eigenlijk dezelfde trui. Als, even kijken. Als deze. Het is gewoon dezelfde trui, maar dan een andere kleur. Oh mijn god, jongens. Kijk Dinar. Hi Dinar! Wat ben jij aan het doen? Je bent echt zo stout, hè. Echt zo stout. Ik ga helemaal stuk. Kijk mijn andere kat. Gaat goed. Gaat goed met jou. Ze zit dus heel de tijd naar mij te kijken hoe ik een video opneem. Wat ben jij aan het doen dan? Nou, ik ga weer verder met mijn video. Met mijn twee toeschouwers hier. Ik ga helemaal stuk. Lira kijkt me gewoon recht in mijn ogen aan. En ja hoor. Dit is mijn derde crop jacket. Ik vind dit echt zo mooi. Dit is echt tof. Kijk, voor onder ziet hij dus zo uit. Dit is zo'n crop jacket waar ik het over had. Ik heb hem dus in het roze, in het beige en ik heb hem ook nog in jeans. Ik vind deze echt heel erg cute. Deze kost €39,95. En hier heb ik dus een maatje S van. Want het is een beetje een oversized model. En zelfs S was best wel oversized bij mij. Ik ben alweer klaar. Dat was alweer mijn shoplog. Het ging best wel snel eigenlijk, het opnemen hiervan. Ik hoop dat jullie deze shoplog leuk vinden. Laat hieronder vooral weten wat jij echt leuk vond. Wat je zelf zou halen. En misschien ook wat je absoluut niet zou halen. Vind ik ook wel leuk om te weten. En ja, bedankt voor het kijken. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende video. Doei doeg!